Ha, je kan je ex nog niet gebruiken, bitch. Ik heb hem van Frozen. En niet uit de film Frozen. Hallo kijkers van Perzintwits, ik zit vandaag weer een gameplay te doen over Hearthstone. Ik hoop de vorige keer hoop ik dat jullie het leuk vonden. Ik ga nu weer gewoon laten zien wat de game is. Dit keer ga ik iemand anders spelen. Mage ga ik nu spelen. Dat is de deck, die heb ik zelf gemaakt. Dat doen heel veel mensen. Dat is een mech deck van mechs. Dat zijn robots, ja, als je het Nederlands zegt. Ik laat het deck wel even zien. Hierzo. Dit is wat ik heb. En heel erg veel low mana max. Maar daar kan je echt wel potjes op winnen hoor. Dus als ik deze op gooi. Oh ja, Diving Shield. Ik heb het volgens mij de vorige keer helemaal uitgelegd. Deze op gooit, dan kost het de max one less. Dus dan kan je dit allemaal op gooien. Deze mech. Deze krijgt each turn one attack. Dat is super handig. En dan heb je deze nog. Als er een mech op ligt, dan krijgt hij twee attack erbij. Dan heb je ook op deze. Als er een mech ligt op het moment dat je hem opgooit, dus Battlecry, krijgt hij one attack en one defense, one attack en one health erbij. En je krijgt een spare part, en een spare part is een taunt, dat je iemand taunt kan geven, of Wind Fury, ja. Wind Fury weet ik niet zeker, maar gewoon een beetje iets kan geven, iets extra's. Dus we gaan even mage spelen. Ik zit rank 20 met 2 ster volgens mij. Ik zat 18, maar ik heb het weer helemaal verpest natuurlijk. Jullie kennen me wel. En ja, elke maand als je rank 20 zit, dan krijg je geld en dan drop je weer down naar 25 of 23. Als je rank 19 zit, krijg je meer stuff dan dat je in rank 20 zit. Hoop ik te winnen. Ik heb rank 20 in 1 star. Ik heb het helemaal verkloot. Oeh, dat is zo goed. Kopie. Als je dat op het goede moment doet, hij weet natuurlijk niet wat het voor spel het is. Je doet een secret. En dan weet je niet welke spel die de secret die heeft. Maar dat is zo handig, want als je dan die kaart opgooit en dan hoop je dat het een superkaart is, hou jij die van hem neer en dan heb jij zijn kaart. Snap je? Hij gooit een 7 op 7 op en jij kopieert die. Jij destroyt hem met een kaart en dan heb jij een 7 om 7. Voor maar 3 mana eigenlijk. Battle detected. Ja, even kijken of ik dit aangepakt hoor. Ik kan hem hiermee neerhalen, maar dat is zo zonde, want hij heeft 1 attack. Ik kan ook dit opleggen. Up. Ik weet wat ik ga doen. Ik ga met hem attacken. Daarna kill ik hem met deze. Weet je waarom ik eerst deze opgooi? Omdat dan de mech eentje minder kost. Oh, de sukkel. Ah ja, sukkel. Dragno, stupid! Cast a spell. Jane won attack. Oké. Okay. Hij kan niks. Geef nou maar die beurt aan mij. Behalve als hij zijn mana coin geeft. Wat zo, hij kan niks. Nice. Doe ik dat plan, denk ik? En dan kan ik deze nog opgooien. Dat is normaal kost hij 2 en nu kost hij 1. Dus dat is zo handig. Nu kan hij hem waarschijnlijk, ja, kan hij hem neerhalen. Nou, ik vind dat niet zo heel erg. Nou, ik vind het wel erg. Kijk, als hij het niet doet, dan vind ik het fijn. Maar als hij het wel doet, dan heb ik er geen probleem mee. Ah, joh. Hij gaat alleen maar full face. Holy shit. Echt oliedom, jongen. Nu moet ik hem even neerhalen. Kan ik hem neerhalen? Nee, ik kan hem niet. Ik kan hem wel neerhalen. Dek ik hem eerst. Dan doe ik dit. Als ik dan zon doe, dan doet hij me in meer damage. Dan doe ik deze random en in mijn minion. Maar als er maar één in minion staat, dan is dat niet zo random. Nu ga ik full face. Ga pas full face als je zeker weet dat hij jou niet kan killen met full face. Kijk, als hij heel veel minions hebt liggen en jij beter gestaan. En je denkt, oh, ik reken het uit. Oh, ik kill hem eerder dan hij mij. Dan kan het. Nu gooit hij een mech op. Dat is wel een beetje jammer. Hoeveel kost die trouwens deze? 4 mana. En deze kost 3.
ongeacht dit aanpakken. Ik kan hem neerhalen, maar dat wil hij. Dat wil hij dat ik dat doe. Waarom was dat? Hij wil het gewoon. Hij wil het gewoon. Dan doe ik dit. Get back, yes, scary game. Ja, ik had hem kunnen vriezen met deze minion. Hij had misschien nog slimmer geweest. Hij had ze wel dood, maar... For the war chief. Kut. Die heeft hij natuurlijk nog. Dat was dom. Dat was dom. Wist ik niet. Schuld. Maar ja, dat... Het maakt niet heel erg uit. Hij is goed, die kaart. Maar hij gaat snel dood. Maar als je naar andere kaarten kijkt van 5 manen, die zijn 4 om 4 en die zijn maar 5 manen. Maar die hebben wel wat anders staan. Weten jullie waarom ik hem nu 1 damage doe? Als hij zometeen iemand aanvalt van mij, of ik val hem aan, ik ga hem zometeen aanvallen. Dan ga ik met die 1 damage, kan ik hem killen. Anders moet ik nog steeds een poppetje offeren. Of ik kan dit doen. Maar... Waarom hebben ze altijd legendaries? Altijd. Het is niet erg. Oh! Kijk, ik heb hem deze nu bewaard. Maar nu moet ik het wel anders aanpakken. Want ik kan deze wel verspillen op hem. Met deze. 2 damage. 3 damage op hem. Maar als ik hem transform in een sheep, wil ik hem natuurlijk wel in één keer afmaken. Dus dan doe ik het maar zo. Dan doe ik zo. Als ik nu geluk had, had ik deze voor gebeurd gebruikt. Dan had ik zijn legendary gekopieerd. Hij heeft weinig spells voor mijn gevoel. Kut, hij doet hij waarschijnlijk die? Ja. Dit is zo'n prutkaart, hè. Ik kon hem alleen niet afmaken met deze. Hopelijk gooit hij weer een legendary op. Nu wil ik hem pakken. Kom op. En gooi geen prutkaart van... 101 op. Kom op. Wat gooi je op? Goed. Oké. Dat is een beetje jammer. Het is niet de beste kaart. Als hij nu een beter opgooit, dan heeft hij slim gedaan. Ha! Je kan je ex nog niet gebruiken, bitch. Ik heb hem gefrozen. En niet uit de film Frozen. Dat is echt een kutgrap, Rick. Waarom zeg je dat? Deze vriest iedereen naast hem. Dus als er die 3 poppen staan, die vriest de middelste, dan vriest hij de alle 2. Daarnaast ook. En ze doen deal 1 damage. Dus hij is dood. Hij heeft in dinges minder in leven. En ik kill hem, denk ik dan. Ja, zo doe ik het. Doe ik dit nog? Ben ik net niet dood? Echt net niet. Freeze a minion. Oeh, die is... Komt heel handig uit. En hij kan me net niet aanvallen. Want die ex, je kan alleen maar aanvallen als je... En dat is ook trouwens bij de druid, dan val je ook aan. Dus als je dan gefrozen bent, dan kan je ook niet aanvallen. Kijk, en deze wilde ik nou kopiëren. Fuck. En het heeft geen zin om te vriezen, want dit is een automatisch iets. Je kan hem niet meteen... Ja, ik kan hem killen, maar zometeen killt hij gelijk al, hè. Oh, gelukkig. Dit is echt zwaar fucked up. Ik kan hem net killen. Stormwind. Ja, ik kill hem maar. Want deze is echt vervelend. Turn a friendly minion into your hand. Dat moet je doen als iemand damaged is. Dat is heel handig. Maar het kost natuurlijk wel weer maanden om hem terug te doen. Job's done. Als hij nu nog een mech komt, dan heeft hij nog 2 attack erbij. Wat is dat? En dan haalt hij hem neer. Anders is het echt dom dat je hem attack hebt gegeven. Kijk, nu kan hij hem returnen en misschien weer opgooien. Ik denk dat hij niks meer kan. Hij kan helemaal niks. Waarom heeft hij hem 8 attack gegeven? Ik zeg ook thank you. My thanks. Heeft hij meer attack? I'll fix you.
Boom! Who's the king? Who's the king? This buddy. Yeah. Nice. Lekker potje. Team coins, derde winst op rij. Hoep. Nou, op rij, gewoon derde winst. Ze willen nog één potje, denk ik. Ik heb tussen dit en net. Ik heb net twee potjes gespeeld en die had ik alle twee verloren. Dus daarom heb ik geen sterren meer. Dus dat is even een reden. Maar we gaan gewoon weer deze shit bonen. Ying. Jaina. Okay. Surface Jaina. You asked for it. My magic will tear you apart. Oké, dit is handig om achter de hand te houden. Please, een Mac. Yes. Nice. Hello. It's time for a little blood. Kijk, zo meteen ga ik deze opgooien. Hoop ik. En dan kost alles, alle Macs. Oh shit, dat is natuurlijk weer een Mac. Well played. Well fucking played. Who you want me kill? Hurry up! Portal online! Ik hoop niet dat hij weer een spel doet, want dan zou ik. Dan doen ze heel erg veel damage. Wat? Ah, dat is ook een spel. Shit! Ik kan die ze altijd weer neerhalen, maar dat doet hij niet. Dan halen we er eentje neer. Oh, het was geen kopieerkaart die ze gebruikte. Dat is ook wel fijn om te weten. Ik denk als ik haar hero attack, zoiets is het. Ja. Smart. Zoiets was het ook. Dat is een hele goede spel trouwens. Die heb ik nog nooit eerder gezien. Ik dacht van deal one door two of blokkeer het of zo. Ha, deze heb ik. Nice. Nog niet fantastisch, het ziet er nog niet fantastisch voor me uit, maar kan altijd nog beter natuurlijk. Oké, dat gooide die net op. Dit. Ik zou suicide kunnen doen, dat kan je altijd doen. Maar waarom zou ik? Want nu heb ik een goede kaart op liggen. Maar het is altijd perfecte kopie, want vroeger dacht ik, oh, wacht, dan gooi ik hem op en dan is die veel beter. Dus zoiets als dit, en dan heeft hij kopieer. Dan wist ik dat hij een kopieerkaart had. Gooi ik zo'n kaart op, krijg ik 4 om 4. En toen dacht ik, hij krijgt gewoon de normale, dus de 4 om 1. Maar dat was dus niet zo. My shield for Argus. Voor Argus, voor je moeder. Ik kan die neerhalen, maar dat heeft niet zoveel zin. Ja, wacht, kan. Kost het me wel een. Kost het me één minion, maar dat vind ik nog niet het ergste. Ik gooi er zo meteen deze op voor protection. Dat is 02 minions met taunt. Hij gaat full face, oké. Okay. Hoop ik. Oh wacht, waarschijnlijk heeft hij Pyroblast. Waarschijnlijk heeft hij Pyroblast. Fuck. Ik heb dit waarschijnlijk verloren. Ja,
dit is echt bullshit. Ik weet bijna zeker dat de Pyroblast heeft nu. Kom op, please heb hem niet. Ik heb echt gewoon zo'n dik gevoel. Pyroblast is dat hij 10 damage doet. Oké, hij heeft een legendary. Het is minder erg dan ik had verwacht. Pyroblast is een zeldzame kaart die 10 damage doet. To the enemy hero. Volgens mij staat dat in. Wat is dit? If you're holding a dragon, destroy a legendary minion. Oké. Hij heeft zo weinig health. Dit is echt niet de beste die ik tegen ben gekomen. Behold the might of Stormwind. Kijk, nu doe ik dit. Heeft hij nog meer attack? Maar ik had gewonnen. Ik had hem zo kunnen wipen. Ik had gewonnen, mensen. Dit was eigenlijk een beetje een gameplay van Heer Hearthstone, maar dan voor een specifieke class. Dus mage. Dat ga ik misschien wel meedoen. Ik denk alle classes. De eerste Hearthstone die ik deed was een beetje mixed up. Dus dan doe ik ook nog specifiek de Druid. En specifiek de Priest. En dan gewoon alle classes. Nou ja, bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Like, abonneer, reageer. En dan zien we jullie de volgende keer.